Als je beide ouders verliest, ben je een wees. Als je een partner verliest, ben je een weduwe of weduwenaar. Maar als je een kind verliest, zijn er letterlijk geen woorden voor. Je wil gewoon niet praten over een kind wat dood is. En bij ons is het zo. Het ergste wat je kunt overkomen is dat je je kind overlijdt. Ik denk dat het gevoel is heel moeilijk om te beschrijven. Ik heb echt vaak momenten dat ik letterlijk hartpijn heb. En dat ik denk, ja, zie je, ik mis hem gewoon echt heel erg. Mijn lijf roept ook gewoon om hem. Het is nooit over. Maar we moeten wel door. Het is altijd onderdeel van ons leven. En van de kinderen. Ik vind het een enorme rotvraag. Hoe gaat het? Mijn dochter is overleden. Hoe denk je dat het met mij gaat? Er zijn ook mensen die liever een beetje contact mijden. Je kunt ook gewoon tegen iemand zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen en ik weet niet wat ik moet doen. Want dat is namelijk heel begrijpelijk. Het is gewoon een super ongemakkelijk onderwerp. In deze serie volgen we ouders die allemaal een kind zijn verloren. Bij de ene is dat net gebeurd en bij de ander is dat langer geleden. Het verlaat een mens nooit. Het blijft onderdeel van je leven. Stream Leven naast de dood op NPO Start.